Ze is moeder, zit midden in de verbouwing van haar huis, plant haar eigen bruiloft met Lil Kleine en is bezig met een huidlijn, maar duizend pout. Jaime Vest draait haar hand niet om voor een reality story. Daarom is vanaf zondag de serie Jaime in de Vestlane bij Discovery Plus te zien. Waarin de kijker alles meekrijgt van haar leven. Ik vind het enorm spannend, want mensen krijgen nu echt alles te zien, vertelt ze aan het ANP. Tekst gaat verder onder advertentie. De 31-jarige Jaime heeft wel even moeten nadenken over haar deelname. Ik werd al eens eerder gevraagd. Maar toen was ik enkel de vriendin van en moeder van Leo, vertelt ze. Niet dat daar iets mis mee is, integendeel. Maar ik wilde de kijker wel iets meer bieden. Nu heb ik ook echt mijn eigen zaadjes om te laten zien. En die heeft ze zeker, want Jaime. Geboren en getogen in Den Haag, zit eigenlijk geen seconde stil. Dat is ook wat ik de kijker wil laten zien. Dat mijn leven niet zo glamoureus is als veel mensen denken. Ik ren de hele dag heen en weer, terwijl Leo, inclusief poepluiers, aan mijn been hangt. Lacht ze. Zo'n 2,5 jaar geleden werd Jaime ten huwelijk gevraagd door haar inmiddels verloofde, Jorik Scholten, beter bekend als Lil Kleine. Omdat ze zwanger raakte en de coronapandemie om de hoek kwam kijken, moest de bruiloft even wachten. In juni dit jaar is het dan eindelijk zover. Door corona is het wel moeilijk om spannende dingen te laten zien in de serie. Gelukkig kan ik de hele planning van de bruiloft laten zien en zijn Jorik, Leo en ik 2 maanden in Dubai geweest. Toen ging de cameraploeg ook gewoon mee. Kritiek met hun verblijf in Dubai kon het stel op flink wat kritiek rekenen. Op sociale media kregen Jaime en Jorik regelmatig te horen dat het onverantwoord is om tijdens een pandemie te reizen. Mensen hebben zo snel hun mening klaar en dat vind ik wel jammer, vertelt Jaime, die zich weinig van de kritiek probeert aan te trekken. Ik weet hoe het zit. En dat is dat we heel verantwoord te werk gaan, ons vaak laten testen en goed opletten. Maar toch blijven die gemene berichten wel heel vervelend om te lezen. Jaime vindt de band met haar familie en vrienden echter veel belangrijker, daarom zijn haar moeder, haar beste vrienden Kim Kardashian en Estelle Cruijff en hopelijk haar vader veel te zien. Mijn vader woont op Bali, dus ik hoop dat we daar nog heen kunnen met de cameraploeg, vertelt ze. Jorik blijft iets meer op de achtergrond. Waar hij overdag al veel in de spotlight staat, is thuis zijn plek om tot rust te komen. Maar hij steunt me onvoorwaardelijk. Buzzelets blokkades.